heb mijn lot in jouw handen gelegd. Ja, ja. Had ik nooit moeten doen. Ja, ja. Gonzalo Martín Encinas. Nació aquí en Aceitunillas, sí. ¿Usted conoce la película Tierra sin pan de Luis Buñuel? La he visto 10 o 12 veces. Tiene algo bueno, algo, un pelín de algo bueno. Fue dar a conocer el nombre de Urdes, lo único. Pues yo pienso que Buñuel fue un poco cruel, ¿no? A dar a conocer nuestra tierra de esa manera, porque entonces había sitios más pobres, ¿no? En España entonces había sitios muy pobres, y no solo las Urdes. Creo que Buñuel, respecto a la comarca de Urdes, prostituyó o falsificó la realidad de las Urdes del año 32, fecha en la que fue rodada la película. Me parece que retrata vivamente lo que ocurría en aquella época en esta parte de España. No, vi unas imágenes una vez, pero que no la conozco. No sé. Es una película que no tiene sentido. No le encuentro una explicación lógica de por qué se tuvieron que centrar en las Urdes y criticar tanto a las Urdes. Llegamos a la conclusión de que hizo mucho daño a las Urdes. Sí, sí, la he visto muchísimas veces y personalmente la tengo. Yo opino que vamos, no me creo que sea así tan dura, tan cruel como es. No me la creo, no me la he creído nunca, ni me la creo tampoco ahora. Fue una película que, desde nuestro punto de vista, a nivel de comarca de las Urdes, sabemos que todo era ficción. No, no la conozco. Y que a la comarca de las Urdes en aquellos tiempos no le gustó absolutamente nada el documental de Luis Buñuel. Pues pienso que un 80%, un 90% de lo de la película es real. Aquí había muchísimos vecinos, vamos, yo hablo del municipio de Pino Franqueado, que el pan no se veía, no tenían pan. Sí, la he visto, pero hace ya bastantes años, muchos años. Las imágenes no se las ha inventado ahí, la gente que ha filmado estaba ahí. A mí me gustó. Yo creo que hizo un impacto para conocer lo que eran verdaderamente las Urdes. Pues una farsa montada. Pues todo lo que nos cuenta ahí en esa película es todo mentira. Dit is een speciale aflevering van Cinema Kleurnet. We gaan het hebben over Louis Buñuel. Het was in februari 100 jaar geleden dat hij geboren werd. Dat werd gevierd in Spanje met allerlei tentoonstellingen en retrospectieven van zijn films. Want Buñuel was de grote filmer. Een groot voorbeeld voor vele mensen. En zijn films zijn nog altijd even... Goed, jong, vers of fris, allemaal van dat soort hele vervelende woorden. In de Kleurnet studio is Ramon Gieling. Hij heeft een film gemaakt, een documentaire, over een plaats in Spanje waar ook Buñuel is geweest. Ramon? Het is geen plaats, het is een streek. Er zijn nogal wat misverstanden over. Las Urdes is een streek van, met ongeveer het oppervlakte, provincie Utrecht, denk ik. Die op zijn beurt weer bestaat uit iets van 25 kleine gehuchten. Daar heeft Buñuel zijn film destijds gemaakt, in 1932. In 32 en die film was eigenlijk een aanklacht tegen Franco, de dictator. Klopt dat? Nee, want Franco was toen nog niet aan de macht. Maar er was natuurlijk wel veel aan het broeien in Spanje. En toen de officiële kopie gedistribueerd werd in Frankrijk, toen heeft Buñuel van een eind
titelrol voorzien. Waarin hij de, toen Franco inmiddels al wel aan de macht was, waarin die Franco aanklaagt en het, en de politiek van Franco aanklaagt en zegt dat als de dictatuur eenmaal ten einde zal zijn, dat daarmee ook de armoede verdwenen zou zijn. Ja, want in deze film... Dus het is wel een politiek statement, ja, de film. Ja, in deze film laat hij zien hoe de mensen in deze dorpen leven. En dat is de hel op aarde. Nou ja, dat is de conclusie die je kan trekken uit de film. Hij zegt niet letterlijk, het is de hel op aarde. Dat is mijn extract, wat ik eruit getrokken heb. Maar nee, dat is wat hij laat zien in die film. Dat er, ja, geven ze wat voorbeelden van wat hij laat zien. De mensen hebben sowieso geen brood. Het is, nou, dat was inderdaad, dat was een heel antropologisch, natuurlijk een heel curieus verschijnsel. Dat er inderdaad in die streek geen brood bestond. Los van het feit dat er toen nog überhaupt ook geen communicatiemiddelen waren. Dus de streek was zo geïsoleerd dat ze ook nauwelijks op de hoogte waren van het bestaan van brood. Om de simpele reden dat het land daar totaal onvruchtbaar was. Er was wel water, want er zijn veel rivieren, maar het water bevatte geen kalk en mineralen. Dus ze konden daar niet... de aarde, voor zover die er was, was onvruchtbaar, want het is een streek van voornamelijk bergen en rotsen. Dus de kleine, weinige akkertjes die er waren, die werden gemaakt met grond die ze in zakken van kilometers verderop haalden. Maar goed, te kleine akkers om bijvoorbeeld graan op te kunnen verbouwen. Ja, die, jij zag de film wanneer? Lang geleden? Nee, heel kort geleden. Ik had de film, ik had al heel veel over de film gehoord en veel over de film gelezen. Dus ik had het gevoel dat ik de film al gezien had. En Pieter van Huistee en ik, mijn producent, kwamen drie jaar geleden, kwamen we op het idee om een film te gaan maken naar aanleiding van Tierra Sin Pan, Land Zonder Brood, van Buñuel. Zoals je het uitspreekt, kan je goed horen dat je half Spaans bent, hè? Ja, ik vind als je een andere taal spreekt, dan moet je hem ook goed uitspreken. Maar je bent ook half Spaans. Nee, ik heb geen Spaans bloed, nee. Ik ben er voor een deel opgegroeid. En ik heb er een huis en ik woon er. Of ik woon, ik verblijf er regelmatig. En ik heb er een aantal films gemaakt, dat is veel belangrijker. Ja, ik dacht, ik heb altijd gedacht dat je half Spaans, half Nederlander bent. En dat je in Nederland woont, maar dat Spanje je inspiratie is. Ach, mijn inspiratie is... Ja, er valt wat meer te beleven dan hier, ja, dat klopt. Hier valt niet zoveel te beleven. Vind jij? Ja, vind ik, ja. Ja. Goed, dus je zag de film uiteindelijk en je dacht, wat is er waar van deze film? En ik ga terug om te kijken, of ik ga terug, ik ga naar de streek om te kijken hoe het er nu is. Was dat je gedachte? Ja, ik wist dat de film nog steeds veel reacties en controversies opriep. Dus daarmee had ik feitelijk een dramatisch conflict in handen. Een dramatisch gegeven in handen, beter gezegd. Als de film niks meer betekend zou hebben, of als de bewoners van de streek het een hartstikke leuke film gevonden zouden hebben, dan was er geen dramatisch gegeven. Ja, ja. Waar lag dat aan, als je erover hoorde dat er zoveel controverse was? Wat hoorde je dan? Nou, omdat het vrij uniek is, denk ik, in de filmgeschiedenis, dat een, laten we zeggen, in dit geval een streek en de mensen van een streek geportretteerd worden, waarin er geen enkele ruimte, zeg maar, is voor reflectie. Dus de film is een aaneenschakeling van hoogtepunten, feitelijk, van gruwelijke hoogtepunten, in beeld en in tekst navenant. Dus dat is een van de redenen waarom de bewoners nog steeds zo kwaad zijn, is omdat ze zeggen, ja, hij laat niet zien wat er hier wel goed was, bijvoorbeeld. Nee, nou, daar hebben ze een point. Hij liet inderdaad alleen maar zien wat er gruwelijk en wat er verschrikkelijk was. Ja, de film heeft... Dus de film heette de effect van een mokerslag, van een bombardement. Nou, het duurt maar een half uur, dat is ook vrij uniek in de filmgeschiedenis. Een film van een half uur zoveel
impact heeft, nu nog steeds, 70 jaar later. Dus je komt, als je de film voor het eerst ziet, kom je er behoorlijk aangeslagen uit. Ook omdat je soms denkt dat hij zo weinig mededogen met die mensen heeft. Het lijkt alsof hij, terwijl hij ze feitelijk wil helpen met die aanklacht, ja, deelt hij ook die mensen, de ene linkse directe naar de andere uit. Ja, maar zo letterlijk kan je het eigenlijk niet zien, hè? Het is meer zo van, hij wil iets, als je een aanklacht maakt, ja, dan moet je het geheel nemen. En dan is eigenlijk op dat moment tellen, is het niet meer letterlijk. Dus je zou eigenlijk zeggen, hij heeft het een speelfilmachtig iets. Is het voor hem meer dan documentaire? Nou ja, hij heeft natuurlijk vrij snel gezien dat als je iets wil bereiken, dat je zult moeten overdrijven en dat je zult moeten uitvergroten. Dat standpunt deel ik ook. Daar ben ik voorstander van. Dat geldt voor de documentaire en voor de speelfilm. Je moet, laat ik zeggen, dat is een oude Griekse wet. Je moet het drama natuurlijk en het conflict moet je uitvergroten. Wil je boven tafel krijgen. Ja, maar de film heeft een Amerikaans, toch niet Engels, maar echt Amerikaans commentaar. Dat is altijd zo geweest. Nee, dat is niet zo geweest. Oh. De film is, toen Buñuel hem maakte in 32, was er nog geen geluidsfilm. Dus toen hij hem in Parijs voor het eerst vertoonde en vervolgens een paar maanden later in Madrid voor het eerst vertonen, sprak hij zelf live het commentaar erbij. Ah. En pas later, in 536, heeft hij in Frankrijk een geluidskopie, toen het geluid er was, heeft hij een geluidskopie gemaakt met het ingesproken commentaar en de vierde symfonie van Brahms als soundtrack gebruikt. Wat ook al een enorme dissonant was, omdat het een hele romantische symfonie is. Ja, maar de tekst is eigenlijk toch wel Buñuel's tekst, die daar gesproken wordt. Ja, dat is Buñuel's tekst. Ja, ja. En pas, dus het is altijd een Franstalige kopie geweest. En pas in de jaren 60 is er in Amerika een nieuwe kopie getrokken met Amerikaans commentaar. Maar recentelijk in 96 is er pas voor het eerst een Spaanstalige kopie gemaakt, dus met Spaans commentaar. Oh ja, maar die Amerikaanse, die klinkt enorm hard. Is Buñuel ook, dat is ook zijn werk geweest om het zo te maken? Ik weet niet in hoeverre die betrokken is geweest bij die Amerikaanse versie. De Franse versie is ook vrij zakelijk. Minder hard, iets minder hard. Hoewel het geschreven commentaar heeft een heel eigen karakter. En dat is hard, dus je kunt het wat zachter uitspreken, maar het effect wordt er niet. Nee, maar het maakt het toch anders, omdat het vanuit Amerika bekeken is, maakt het toch altijd anders. Voor mijn idee, maar goed. Klopt. Nee, dat is waar. Dat is absoluut waar. We hebben ook gekozen voor die Amerikaanse versie. Mm-hmm. We hadden de keuze. Mm-hmm. Toen hebben we gekozen voor de Amerikaanse versie. Misschien ook om het wat uit het lokale karakter te halen. Dat het niet alleen maar, laten we zeggen, een film was over een streek in Spanje, waar alleen maar de mensen in Spanje boos over waren. Nee, die film is wel degelijk de hele wereld over geweest. En gaat nog steeds de hele wereld over. Tot en met Amerika. Oh ja, nog steeds. Ja. Dat die blijft vertoond. Die film blijft vertoond. Ja, constant. Dat is natuurlijk toch wel een van de hoogtepunten uit de filmgeschiedenis. Piece of bread soaked in water. Bread was unknown here until recently. This piece came from the school teacher who generally forces the children to eat it in his presence. If the children were to bring it home, their parents, who do not know what bread is, would take it away from them. Y cuando dice el señor Buñuel que a los hijos le dan un cachito de pan en la escuela y lo tienen que comer deprisa porque se lo comen los padres. Mentira. Ningún padre en este mundo le quita un pan al hijo. A nadie se lo va a quitar. Eso son invenciones suyas. Los urbanos comían carne de cabra, toda la que querían y más. No cuando él decía que las se despeñaban. Porque yo andaba con cabra y jamás se despeña una. Jamás. Para hacer una película, se hace una película. No lo documentemos como verdades.
Porque a mí me dice, ha venido el señor Buñuel, ha hecho una película. Pues bueno, películas se hacen hasta de monos. Y como el otro que dice que unas colmenas mataron a un burro, pues mentira. Eso es mentira, porque aquí se han llevado colmenas por toda la vida. Se han transportado. Y nunca. Solamente tuvo que venir el señor Buñuel a cogerlo. ¿Sabes lo que pasó? Que cogieron un burro viejo. ¿Eh? Lo drogaron o lo ataron, le echaron miel y le puso las abejas. Eso es lo que hizo el niño. Nou ben jij teruggegaan en jouw film is eigenlijk een soort hommage, zo zou je het, tenminste zo zie ik het, aan het filmen. Ook toch in zekere zin ook aan Buñuel, ook aan de mensen eigenlijk, om ze die film terug te geven. Je vertoont, laat de film uiteindelijk vertonen op het Marktplein. Maar toch is er hier in Nederland is hij niet zo heel erg goed ontvangen. En dat heeft te maken met het feit dat je aan het begin van de film, voordat je op reis gaat naar Spanje, dat je zoontje introduceert en zegt, ik moet hem nog even naar school brengen. En daar zijn mensen enorm over gevallen in Nederland, dat wil zeggen de filmcritici. Wat is er precies in de timing daar verkeerd gegaan dat niet geaccepteerd is? Nou, ik weet niet of het feit dat hij niet goed ontvangen is, of dat exclusief samenhang met het feit dat er een beeld van mijn zoontje in zit. Dat weet ik niet, dat kan ik niet helemaal beoordelen. Ik weet niet als dat beeld er niet in gezeten had, of de film dan anders ontvangen zou zijn. Dat weet ik niet. Waarom deed je het? Waarom deed ik het? kijk, ik vind dat een documentaire, misschien nog wel meer dan bij een speelfilm, heeft een perspectief nodig, heeft een verteller nodig. In dit geval wil de film over een streek in Spanje gaan. Nou, voor mij is het ondenkbaar dat een camera uit zichzelf naar Spanje vliegt en daar zijn eigen knop aanzet en dan opeens wat bewoners voor zijn lens heeft. Dus het is een vertelprincipe. Ik vond in dit geval dat ik de verteller moest zijn. Dat het idee voor de film, dat daar een mens aan ten grondslag lag. En dat was ik. En om, laten we zeggen, om puur de verplaatsing eigenlijk aan te geven, heb ik er een grap. Het was ook niet veel meer dan een grapje, maar het grapje diende wel een doel. Ik wilde de verplaatsing aangeven. Ik zei, ik ga nu naar Spanje, maar ik moet hier nog even mijn zoontje naar school brengen. Soms zijn we al ergens geweest voor we er geweest waren. Soms hebben we al iets gezien voor we het gezien hadden. En soms worden we aangetrokken door een verschrikkelijke poëzie. Het was een Spaanse anarchist, Ramón Acín, die zijn vriend en filmer Luis Buñuel in 1932 de helft van zijn met de loterij gewonnen spaarcenten aanbood om diens enige en lange tijd verboden documentaire Land zonder brood te maken. De naam van dat land was Las Hurdes en het ligt nog altijd in het westen van Spanje. De hel op aarde, volgens Buñuel, was Las Hurdes en de bewoners haar niet te benijden gevangenen. Er was geen land, geen brood, hij had er nooit een lied horen zingen, er liepen dwergen en gekken rond en de enige rijkdom was te vinden in de kerken. Als u ons ooit uit deze hel wilt halen, doe het dan met geweld. Want wij vertrekken niet uit vrije wil, moet een vrouw daar gezegd hebben. 15 jaar geleden
was ik er vlakbij. Maar ik kwam er niet omdat ik er op een dag zou komen. Nu is het juni 1999 en we kunnen er naartoe. Maar eerst moet ik mijn zoontje nog even naar school brengen. Het kwam voor alsof je film waarin je, dat je ook onderweg voortdurend aan je zoontje refereerde. Dus ik dacht, nou ja goed, ik ga die film toch zien, want ik wil, misschien is dat een punt van kritiek, maar ik wil het graag zien omdat ik heel erg van Buñuel's films hou. En dus wil ik ook alles over hem zien. Maar toen ik de film eenmaal zag, toen dacht ik, waar hebben ze het eigenlijk over? Want het is me nauwelijks opgevallen in de film dat je het daarover hebt. Het zoontje komt nog een keer terug. Maar ook heel onnadrukkelijk. Kijk, maar iets wat natuurlijk in als je de discussie wil voeren, is er iets veel belangrijkers. Natuurlijk samen met de Nederlandse. Met het Nederlandse karakter, met de Nederlandse volksaard. Je moet hier natuurlijk inderdaad niet denken dat je iemand bent. Mm-hmm. Je mag wel films maken. Maar je moet het niet over. Je mag niet zeggen dat jij die films gemaakt hebt. Mm-hmm. Dan vind je jezelf natuurlijk al een hele grote jongen. Hoe bedoel je? Jij mag niet boven het gras. Hoe was het ook weer? Ja, zo simpel is het natuurlijk. Ja. Zo simpel is het. En het feit dat er een ik zeg maar in mijn film zit. Het woord ik is natuurlijk al eigenlijk een taboe. Wat ik belangrijk vind, is dat in dit geval het echt dat het gekozen was, dat er een ik was. Snap je? Er zijn andere films van mij, daar zit die ik niet in. Mm-hmm. Dus dat is niet toevallig. Daar is een klein beetje denkwerk aan vooraf gegaan. Maar soms mag het wel. Dat is namelijk het gekke. En daarom vraag ik waar is het met de timing verkeerd gegaan? Want opeens mag ineens wel iets. Of komt het dan uit het buitenland? Komt het dan niet uit Nederland? Wanneer het wel mag? Nou, dan komt het vaak uit het buitenland, ja. Haha. Want je hebt toch een bepaald soort dagboekachtige films waarin dat volledig geaccepteerd wordt. Of juist omhoog gehaald. Of hoe zeg je, bejubeld. Die stijl. Ik weet niet zoveel van. Ik weet dat er een Italiaan is geweest die een dagboekfilm heeft gemaakt. Die hier volgens mij heel aardig ontvangen is. Ach, kijk, omgekeerd is het ook zo. Mijn films worden in het buitenland. Hebben ze allemaal geen last van dit soort onbenullige akkefietjes. Dat er een shot van mijn zoon in de film zit. Ja, ja. Dus wij accepteren dingen uit het buitenland makkelijker. En omgekeerd, dus in het buitenland accepteren ze accepteren ze dingen die hier niet zo makkelijk. Nee, want daardoor wordt er helemaal voorbij gegaan aan in dit waar geval was het natuurlijk, in dit geval was het wel ernstig natuurlijk, in die zin dat het kijk, als je zou willen vallen over het feit dat er een ik in die film zit en dat er twee beelden van het zoontje van de filmmaker in de film zitten, oké, tot daaraan toe, maar het ging geloof ik om 35 seconden in totaal, in de hele film. Ja, maar dat is jammer, omdat daardoor wordt er voorbij gegaan aan het feit waar nou eigenlijk, waarover het gaat, wat is waar en wat was niet waar. Misschien heb ik me daar nog wel kwader over gemaakt. Dat ik wilde natuurlijk wel een film maken die over iets wezenlijks ging. Dan gaat de liefde is ook wel iets wezenlijks. Maar in dit geval heeft het natuurlijk een streek waar in de jaren 30 nog steeds korpsziekte heerste, waar malaria heerste, waar de gemiddelde leeftijd 35 jaar was. En omstandigheden die eigenlijk pas heel kort geleden verbeterd zijn, vind ik niet helemaal niks. Dus ik vond het niet, laten we zeggen,
mijn zoveelste film. Ik vond, voor mij was het een belangrijk moment. Ook omdat ik me nu eens in iets mengde wat minder privaat was, laat ik het zo zeggen. Een andere film die ik in Spanje heb gemaakt, een heel dierbare film, gaat over een zigeuner die ik daar ken. En diens individuele levensverhaal. Wat ik bedoel dus, dit was niet een individueel, niet het portret van een individu, maar dit was echt een portret van een episode in een geschiedenis. En ik merkte dat natuurlijk hier mensen totaal niet, die verwende Nederlanders, interesseert dat helemaal niks. Nul komma niks. Nou, het is ook typerend dat men dus uitsluitend het over de vorm heeft. Ja, en dan niet één echt een minuscuul detail daaruit gelicht heeft. Het zegt wel iets over de verblind. Het moet iets van verblindheid geweest zijn. Anders kan ik het niet verklaren. Maar die idee ook van wat is waar aan de film van Buñuel en wat is er niet waar. En dat je de mensen eigenlijk, de bevolking, daarover vraagt. Ook mensen die het nog hebben meegemaakt, de opname. En dat je voortdurend eigenlijk als toeschouwer een beentje wordt gelicht van wat is er waar en wat is er niet waar. Dat is toch uiteindelijk je opzet geweest van je film? Of heb ik dat verkeerd begrepen? Of heb ik dat... Ja, het woord opzet is verwarrend. Hè? Is het het doel of de opzet? Of is het een van de... Ik vind dat er in mijn film nog wel wat lagen zitten. Dus ik vind dat je hem op een paar niveaus kunt bekijken. Er is eigenlijk een hele lichte, oppervlakkige laag van bijna de road movie. We gaan met een oude film gaan we terug naar die streek. Dus er zit ook echt gewoon het reisverhaal zit erin. Dus ook de filmer zelf en de filmploeg heeft er een... Zit er ook duidelijk in, ja. Ja. Heeft er een rol in. Dus je kunt hem op dat niveau bekijken. Je kunt hem en dan op het pure niveau van de feitelijkheden. Je gaat terug met die film, je laat hem die mensen zien. En wat vinden ze ervan? Op de derde plaats, niet in chronologisch volgorde, gaat die film inderdaad ook over wat is waar en wat is niet waar. Een film gaat in dat opzicht ook over film. Mag je de werkelijkheid geweld aandoen? Bijvoorbeeld is een van de vragen. Dus iets wat pretendeert de werkelijkheid te zijn, mag je die zwaar aanzetten of zelfs uit zijn verband rukken om vervolgens in het resultaat te zeggen dat dit de werkelijkheid is? Dus die vragen stelt de film spelenderwijs zichzelf ook. De vraag die steeds groter boven de horizon rees, was of Las Hurdes destijds niet eerder de trots dan de schande van Spanje had moeten zijn. De stilte van Las Hurdes is een levende stilte. Het klooster in het paradijs van Las Batuecas, waar Buñuel met zijn crew verbleef, ligt op nog geen 5 kilometer van waar destijds de hel van Las Hurdes begon. Weer later die dag treffen we in Las Mestas 3 mannen bij een kerkdeur. A mí Buñuel es que es un director que me gusta. Tampoco soy un especialista en cine ni un experto, pero que las imágenes hay algo en él pues que te atrapa. Y pienso que tiene bastante de real. Aunque los urbanos se enfaden, pero... Y a mí me impresionó también. Era una zona muy castigada, aislada totalmente de... pues eso. Y la gente vivía en unas circunstancias pues duras. Enfermedades, pues los niños descalzos. Y luego la manera de filmar de Buñuel. Yo he vivido aquí desde pequeñito, aquí. Y aquí yo he conocido muchísimos jordanos que venían aquí a pedir y demás. Y yo he ido muchísimo, sobre todo al Cabezo, a las más cercanas de por aquí, a caballo, con mis hermanos. Después ya he ido en coche. Y he visto un poco todo el proceso de Las Hurdes. Claro, para montar un reportaje como lo hizo él,
pues para impresionar también un poquito, podríamos decir que tuvo que exagerar un poco algunas cosas, algunas escenas. La muerte del niño, que dicen que no era un niño que había muerto. Pero en el fondo era la realidad de las urdes. Yo pienso que la película de Buñuel es una buena película. Buñuel era un buen cineasta y hacía un fiel reflejo de cuál era la situación del campesinado en España en aquel tiempo. Sí, pero se buscó una zona como es la de las Urdes, que era más desfavorecida que el resto. No creas. Había zonas, según hablando con Arturo Maestro, por la parte de León, por la parte de Asturias, pues bueno, incluso la zona de las Pujarras, que eran tan culta o menos desarrollada, sí, que las Urdes. Pero Buñuel tenía que decidirse por alguna zona y se decidió por las Urdes. Sí, y hizo una denuncia social que a mí me parece muy bien el que la hiciera. Y como, es un cineasta y era una película, pues hay cosas que son verdad y hay cosas que son mentiras. Pero la denuncia social ahí queda. Las cosas que no ocurrían por su peso, pues tenían que forzarlas a que ocurrieran. Pero y esas cosas que han pasado, no tenemos que avergonzarnos de que hayan pasado. Worden voortdurend voorbeelden gegeven uit scènes uit Buñuel's film en dan vertellen mensen over hoe het in werkelijkheid geweest is. Bijvoorbeeld, er is zo'n scène van een ezel die Buñuel helemaal met honing besmeurd zou hebben, zodat hij onder de vlieger zou komen te zitten, ja, waardoor het beest stierf. Ja. Dat is bijvoorbeeld zo'n scène uit de film. Toen ik de film voor het eerst zag, ben ik er ook met open ogen ingetrapt. Ik dacht ook dat is kennelijk dan zo wat hij daar laat zien en wat hij vertelt. Zoals? Nou, alles. Aha. Maar noem eens een voorbeeld. Het enige wat bekend is in de boeken, in de filmgeschiedenisboeken, is de scène met de geit. Ja, je inderdaad daar rechtsonder in het beeld zie je de rookpluim van een afgeschoten geweer. Dus dat was bekend, dat hij die geit zelf naar beneden geknald had. Terwijl het commentaar zegt dat er één keer in de zoveel tijd dondert er per ongeluk een geit van de rotsen af. En die wordt dan door de Hoerdanen, de plaatselijke bevolking, opgegeten. Maar die film was bekend. Maar die film was wel uitgebreid geanalyseerd dus al. Of niet? Die film is uitgebreid. Op schrift. Maar niet op film. In cinema, in elk groot cinematografisch handboek kun je analyses van Las Urdes lezen. Ja, ja. Maar niet op film was het geanalyseerd. Er was nooit teruggegaan naar de plaats zelf om de bevolking daarover aan de tand te voelen. Nee, gek genoeg niet. Ja, ja. Nee. Mm-hmm. Wat dat betreft voegt je film heel veel toe aan de geschiedenis. Het wonderlijke is nu dat je de internationale persprijs daarmee gewonnen hebt. Niet zo lang geleden. Ja, dat schijnt. Ja. Nou, dat is toch zo? Ja, dat is zo, ja. Ja. Maar is dat niet grappig, omdat hij hier dus zo slecht ontvangen is, dat je door die pers juist, dat je juist door de buitenlandse kritiek ineens wordt binnengehaald? Wat is dit? Hoe moeten we dat zien? Maar ja, is toch leuk? Ja, is leuk. Maar wat is de reden? Hebben ze daar Nou, het enige wat ik natuurlijk na die farce in de kranten hier in Nederland. En dan heb ik het niet over dat er kritiek op de film is, maar dan heb ik het over dat er gewoon niet over de film zelf geschreven is eigenlijk. Dus na die farce vond ik het natuurlijk aardig om te lezen en te horen dat de film daar gezien is. En met gezien bedoel ik dat hij gezien is zoals ik hem gemaakt, zoals ik hem had en heb willen maken. Ja, dat ja. is leuk. Aha. En waar bestaat die prijs uit? Nou, waar bestaat die prijs? Niet uit veel geld, nee. Nee, maar wat krijg je dan? Ach, ik vond hem wel leuk. Ik kreeg de Don Quixote. Er zijn twee. We waren dat twee was prijzen. Spanje. Nee, dit was Leipzig, geloof ik. De Don Quixote prijs. Dat past wel bij me. Ja, ja. En dat was de Fipresi. Dit was een andere prijs dan de. De Don Quixote was weer wat anders dan de Fipresi. Ja, ja. Ja, de internationale persprijs. Maar waar bestaat die dan uit?
Krijg je dan niet een som geld om weer een film te maken? Nee, ik vrees dat ik het met ze... Een leuke recensie moet doen. Met een leuke recensie moet doen. Nou ja, ik geloof dat dat wel ongeveer het gesprek is. Dankjewel. En waar draait de film nog? Waar is hij nog te zien? Hij maakt een grote internationale tournee. Hij is deze week in Bilbao te zien. Hij gaat nog naar Cuba, Havana. Ik was dus onlangs in Chicago, waar hij op de openingsfilm van een groot Buñuel retrospectief was. In maart gaat hij terug naar het officiële festival van Chicago. En ze zijn bezig om naar Mexico te halen, waar in februari 2001 het Buñueljaar afgesloten wordt. Oh ja, ja. Haha. Op het festival van Guadalajara. Heel mooi. La Sur de Tierra Sin Pan estuvo prohibida, por supuesto. Yo la empecé a proyectar en los cineclubs y se veía pues como pues una obra maestra, una cosa que la gente iba a verla porque había estado prohibida. Como había estado prohibida, había que ver La Sur de Tierra Sin Pan. Yo creo recordar que por aquella época, yo tenía entonces, cuando la empecé a proyectar, 15 años o cosas así, y por la imagen que daba de España. Entonces, Franco, yo creo que no le interesaba que se viera esa imagen de España. Creo que fue por eso por lo que estuvo prohibida en España. Franco lo censuró. Hombre, la censura era total, o sea, no se podía... películas que estaban autorizadas para 18 años, por supuesto, no podían entrar niños y que estaba muy vigilado, o sea... Tú no podías entrar a un cine mientras no llevaras un carnet de identidad, donde ponía que la fecha de nacimiento era antes de 18 años. Eso es verdad. Yo a mi padre la acompañé hasta los 8 o 9 años. Desde los 6, nosotros íbamos a dar cine en un coche que no tenía calefacción, íbamos a pueblos pues que a lo mejor enchufaba la máquina de cine y se iba la luz. Los coches, por supuesto, las carreteras, pues te puedes imaginar cómo eran las carreteras. Si íbamos a pueblos a lo mejor de 30 o 40 kilómetros de Salamanca y tardábamos a lo mejor una hora en llegar. A mí el cine siempre ha sido mi pasión y la ilusión de lo que me hace vivir, hombre, es mi modo de vida, por supuesto, pero siempre ha sido mi verdadera pasión. El ir por los pueblos a poner cine, pues para mí es un entretenimiento más. O sea, el mayor entretenimiento que puedo tener es el ir a dar cine a un pueblo. De menos, patria pequeña y fugaz, que al llegar duele el norte el huracán, no se apague tu puerto el hogar, mar antiguo, madre salvaje. Triste cansado con los viejos amigos, el vino y el cantar, mientras quede un olivo en el olivar y una vela latina en el mar. Bye.